gaan loemen. We gaan een vissengraat maken. En niet zo in met variatie, met een basis allemaal zo tussen. Zo in. Maar we gaan nu maar van geel doen. Laten we maar beginnen. Dus we maken eerst een akje, één slag. Doe een beetje naar onder. En dan doe je er een erbovenop. En dan doe je nog een erbovenop. En dan pak je je haakpen. Dan ga je de onderste pakken waar je je akje hebt gemaakt. Die ga je van onder naar boven. En dan doe je van onder naar boven. Dan doe je deze wat omlaag als je wil. Dan kun je een klein pennetje pakken. Stop je die in het lusje. Doe je nog een keer een bandje. Zodat je weer drie bandjes hebt en dan ga je van de onderste naar de bovenste haken bij allebei. En dan trek je hem weer een beetje aan. Doe je weer naar onder. Doe je nog een bandje. En zo ga je dan verder totdat je een armband hebt. Ja. Oké. Zoals je ziet ben ik al wat verder. Maar ik laat jullie nog één keer zien hoe je dat afje maakt. Je pakt een elastiekje. Die doe je bijvoorbeeld op je vinger, zo. En dan draai je hem één slag. En dan doe je hem tussen je twee pinnetjes in. En dan heb je een achtje. Of je kan het ook op je haak doen. Dan pak je hem hier. Doe je het zo en dan draai je met je hakenslag. Doe je haken eruit. En dan doe je hem weer erop en dan heb je ook een achtje. Nou, dat wil ik jullie even laten zien. Nou, ik ben al wat verder. Maar mijn moeder die zit ook op de vork te doen. Volgens mij lukt het niet helemaal, of wel, mama? Gaat goed. Mooi armbandje. Ja, sorry dat dit uit mijn vingers een beetje in beeld komen. Maar zien jullie zo als de armband nog wat langer is geworden. Nou, ik heb een speciaal loombandje. Dat is wat anders dan deze. Deze is een beetje met glitters. Dit is van een speciale loomset. Hier. Heb je ook zien dat er een beetje glitters in zitten. Ja, en dit is geloof ik blauw in de dark of zo. Weet niet. Nou, ik laat jullie zo wel nog wat anders zien. Nou, ik ga dat elastiekje ga toevoegen. Ik doe het daarop. Ik ga hem even haken. En als hij erin zit, dan. Nog zo'n elastiekje, die is wat wijder. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Nu komt het, nu ga ik het glitter elastiekje maken. Of ja, of je nog verder elastiekje. Zo, die zit er ook al in. Nog één elastiekje. Ik voeg even een groene toe. Ik vind het ook wel mooi, want hier heb ik ook een beetje groen. Zo, deze is ook al toegevoegd. En dan zie ik jullie weer zo, als ik wat nieuws heb. Oké, we gaan nu afmaken.
We gaan een klepje pakken. Mijn vader is even praten, maar we hebben een S-klepje in plaats van een C-klepje. En we gaan eerst even haken. Dus haakt de bovenste. Zo, nu niet nog een elastiekje erop doen, maar je haakt nog een keer hoe de ringen haken. En dan nu echt niet meer haken. Nu ga je dit elastiekje pakken en breng je dat over. Misschien heb ik mijn duim ervoor. Naar het andere pinnetje. Dus hier dan heb je twee elastiekjes zitten. Dan draai ik het een beetje. Dan ga ik hem hier pakken. Misschien zien jullie het niet. Ik hoop het wel. En dan breng ik die naar het pinnetje. En als hij het losschiet, als het goed is, blijft hij dan nog steeds aan je haak zitten. Dan is het fijner. Het lukt niet helemaal. Zo gaan we het met de handen. Zo. Dan gaan we het S-klepje erop doen. En nu gaan we het erop. Pak je deze. Pak je de twee ringetjes die je net door je haaknaald hebt gedaan. Pak je zo. Pak je het klepje. En ik doe je daar doorheen. Dan kan je hem loslaten. Dan haal je deze er vanaf. En dan heb je een armband. Yes! Nou, ik hoop dat jullie het ook gevonden hebben. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie iets aan deze video hebben gevonden. Hoi!